Vera, Clément. Wij moeten praten, lijkt me. Ik denk, weet je, ik heb spijt van alles wat we gedaan hebben. De situatie glipte ons uit de handen en ik neem alle verantwoordelijkheid. Nee, het is niet alleen jouw schuld. En eerlijk gezegd waren de meeste dingen die we gedaan hebben mijn idee. Ik heb Clément overgehaald voor die chat. Het spijt me. Ik besef nu dat ik wild om me heen sloeg om zelf niet geraakt te worden. Ik hoop dat jullie mij ooit kunnen vergeven. Ik moet zeggen, het is echt heel gemeen wat jullie gedaan hebben. Het heeft er echt heel diep in gehakt. Het gevoel dat Leon zo ver van me afstond is misschien wel het meest erge wat me ooit is overkomen. Maar gelukkig hebben jullie de waarheid verteld. En zijn we weer bij elkaar. En dus, bedankt. Luister, wij kunnen jullie vergeven. Maar het is belangrijk dat jullie jezelf kunnen vergeven. Want het is slecht wat jullie hebben gedaan. Gelukkig hebben jullie alles verteld. Maar jullie hebben nog wel een hoop uit te zoeken. Jullie horen bij elkaar. Twee unieke mensen met een enorm hart. Zeg maar niks. Het is goed. Clément had gelijk. Ik beoordeel je verkeerd. Oké. Veel drama. Gebeurd is gebeurd. We beginnen opnieuw, goed? Graag. Okay. Ja? Jongens, sorry. Zijn jullie klaar met ontbijten? Goed, laatste hapjes, spullen halen en dan hier terugkomen. We gaan ergens naartoe, oké? Hallo, jongens, luister even. Even aandacht alsjeblieft. Rond het ontbijt af, haal je spullen en dan gaan we samen weg, ja? Waar gaan we dan naartoe? We gaan naar een heel speciale plek die iets te maken heeft met de show van vanavond. Dus geen getreuzel, ja? Haal je spullen en kom hier terug. Perfect. Oké. Okay. En Fran en Diego? Fran en Diego zijn onderweg. Ze hebben wat vertraging, maar geen zorgen. Ze zijn op tijd terug voor de show. Dat is fijn. Ja? Goed. Zo te zien is mijn plan mislukt. Wat nu, Violetta? Ik zou iets nieuws moeten bedenken. Als ik kan helpen, zeg je het toch? Ja.